En welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering van onze podcast, waarbij wij spreken met mensen die zich bezighouden met het dichterbij brengen van een meer vreedzame wereld. En vandaag ben ik heel blij dat ik opnieuw voor de tweede keer mag spreken met Harry van Bommel. U allen bekend als langzittend Kamerlid destijds, tijd geleden. En nog steeds regelmatig aanwezig met zijn opinies in diverse media. Met jou, Harry, heb ik eerder gesproken toen de oorlog in Oekraïne in volle gang was. Vandaag de dag leven we in een tijd dat er nog veel meer oorlogen plaatsvinden. En niet in de laatste plaats de verschrikkingen die in Gaza plaatsvinden. Eigenlijk wil ik daarmee beginnen. En ik zou jou heel graag willen vragen hoe jij bent daar ook geweest, volgens mij. En ik weet niet of je in Gaza bent geweest, maar je bent in ieder geval in Israël-Palestina geweest. Hoe heb jij de afgelopen 3 maanden sinds 7 oktober beleefd? Ja, ik ben eigenlijk in stijgende verbazing geschokt geraakt over de ontwikkelingen daar. Omdat je op een moment verwacht, nou is de grens bereikt. Nou zal ofwel Israël stoppen omdat ze zien dat dit tot niets leidt. Dan wel de internationale gemeenschap zal Israël daartoe manen. Beide zijn niet gebeurd. Ik ken de regio goed. Ik was een jaar geleden nog in Israël op bezoek bij schoonfamilie. Ik ben er vaker geweest, natuurlijk met de Tweede Kamer en op andere onderzoeksmissies. Ik ben ook in Gaza geweest. Dus ik ken de situatie ter plekke goed. En ik ben erg somber over wat er nu gebeurt. Omdat dit een tactiek van de verschroeide aarde lijkt te zijn. Dit gaat niet alleen om het bevrijden van gijzelaars. Het gaat niet alleen om vergelding voor de acties, de misdadige acties die gepleegd zijn door Palestijnse strijders in Israël zelf. Dit gaat over het onbewoonbaar maken of beheersbaar maken misschien ook van de situatie in Gaza. Zodat daar uiteindelijk permanente, lijkt het, Israëlische controle over dat gebied kan worden uitgeoefend. En daarbij zijn inmiddels stand heden meer dan 23.000 Palestijnen omgekomen. Buitenproportioneel, illegaal en wat je er allemaal meer over kunt zeggen. En ook totaal niet bijdragend aan een permanente oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dus vanuit alle ooghoeken bekeken is dit een verschrikkelijke situatie. Op de eerste plaats voor burgers in Israël en in de bezette gebieden. Want het gaat om meer dan Gaza. Ook op de westelijke Jordaanoever is de situatie natuurlijk verergerd. Vallen ook doden. Dit is voor niemand goed. Hey, en ik begrijp dat jij eigenlijk beide kanten van het conflict, dat je daar connectie naar hebt. Israëli's en Palestijnen, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Kun je iets beschrijven van jouw contacten, hoe die op dit moment naar deze situatie kijken? Laten we eerst beginnen met het Israëlische perspectief. Ja, wat je ziet is dat daar ook van verschillende kanten, moet ik zeggen. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de gewone Israëlier die vreest dat er met dit geweld eigenlijk alleen maar meer problemen ontstaan, dat de gijzelaars er niet door vrijkomen, dat er niet serieus wordt onderhandeld, dat er van de situatie door de Israëlische regering gebruik wordt gemaakt om de politieke agenda ten opzichte van de Palestijnen uit te voeren. Dat is wat er feitelijk gebeurt. Mm-hmm. Premier Netanyahu wordt in die zin dus ook niet vertrouwd. Hè, wanneer hij zegt dit te doen voor de veiligheid van Israël en het vrijkrijgen van de gijzelaars, dan wordt Netanyahu niet vertrouwd. En ik begrijp dat goed, omdat de feiten op de grond ook tot een andere conclusie leiden. Mm-hmm. Als ik kijk naar wat... En in de Israëlische kring, hè, als je kijkt naar de orthodoxe Joden, dan geloven zij ook niet dat dit bijdraagt aan vrede. Dus we hebben de beelden gezien voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Daar waren ook Israëlische Joden bij. Orthodoxe Joden die zeiden, dit gebeurt ook niet uit onze naam.
Kortom, aan de Israëlische zijde is er veel kritiek, maar laten we wel zijn, geen misverstand erover. Heel veel Israëlische inwoners van Israël, Joden en anderen, beleidend of niet, zien de acties als gerechtvaardigd, omdat wat eraan vooraf ging natuurlijk verschrikkelijk is. De beelden daarvan, de verhalen, de getuigenissen daarover zijn natuurlijk verschrikkelijk. Er is onmetelijk veel geweld gebruikt door Palestijnse terroristen die Israël zijn binnengedrongen en daar dood en verderf hebben gezaaid. Daar moeten we geen misverstand over laten bestaan. Dat kan alleen maar worden veroordeeld. Tegelijkertijd moet je dan ook afvragen, is deze reactie die er nu is, een reactie van grootschalig geweld, zorgt die dat de gijzelaars vrijkomen? Het antwoord is nee. Dat gebeurt door onderhandeling, dat gebeurt door ruil. Daar is wel succesvol sprake van geweest. En als we nou eens naar de andere kant kijken, hoe zijn jouw contacten aan de Palestijnse zijde? Hoe is hun reactie nu? Ja, het enige wat ik daarvan hoor is dat de enorme aantallen burgerslachtoffers en infrastructuur, ook van hulporganisaties, westerse hulporganisaties die via de VN en andere organisaties op de grond aanwezig zijn in Gaza, die daar zeer onder onmogelijke omstandigheden zeer moedig werk leveren om nog hulp te verlenen, voor zover dat nog kan, voor zover er nog infrastructuur is, zowel op medisch gebied als ook gewoon op fysiek gebied. De bombardementen, de luchtaanvallen, die zijn dusdanig dat er eigenlijk nauwelijks nog te werken valt. Dat is wat ik terughoor via hulporganisaties en via Palestijnse contacten. Niets is veilig. Hè? Dat is de meest gehoorde kreet van waar zijn wij nog veilig? Ja. Mensen die zich het liefst afkeren van het conflict, een veilig heen komen zoeken in het zuiden. Nergens is meer veiligheid te vinden. En ja, het liefst zou men Gaza ontvluchten. Maar ja, ook daarvoor geldt dat het doorlaten van mensen bijvoorbeeld richting Egypte, dat maar mondjesmaat gebeurt. Want anders zou er een leegloop van Gaza ontstaan. Hey, als je nou naar de situatie kijkt, wat is jouw verwachting? Want elke optie lijkt bijna uitgesloten op een normalisering. Als ik er naar kijk. Israël heeft een enorme hardline positie. Netanyahu is ook gedwongen natuurlijk, doordat hij is afhankelijk van in zijn kabinet van. Ik bedoel niet dat hij het zelf niet wil, maar in ieder geval is hij ook in zijn kabinet afhankelijk van rechtsextremistische factoren. De Hamas is ook zeker niet op dit moment bereid of in staat water bij de wijn te doen. Het lijkt. Ja, waar gaat dit heen? Waar gaat dit eindigen? En inderdaad, wat jij net hebt gezegd, je had misschien gehoopt op een interventie van de VS of vanuit Europa, of wat dan ook. Niks is gebeurd. Als de VS Netanyahu zijn gang laat gaan, waar gaat dit eindigen? Waar gaat dit heen? Wat voor risico's zie jij? Nou ja, wat we denk ik in alle openheid en eerlijkheid moeten doen, en ik denk dat dat ook op de achtergrond wel gebeurt, zal er een discussie gevoerd moeten worden of de twee-staten-oplossing, waar internationaal formeel nog steeds steun voor is, ook van de Verenigde Staten, ook van Europa, ook van Nederland, de twee-staten-oplossing, of dat nog wel een haalbare oplossing is. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat de twee-staten-oplossing een gepasseerd station is. Netanyahu heeft daar zelf ook wel duidelijke dingen over gezegd. Hè. Hij accepteert geen Palestijnse staat naast Israël, heeft hij meermaals gezegd. Internationaal is dat nog steeds wel de doelstelling. Maar wanneer de feiten op de grond een dergelijke oplossing onmogelijk maken en dat die met de dag onmogelijker wordt, dat staat voor mij wel vast. En die discussie zal dan een keer in alle redelijkheid moeten worden gevoerd. Als er geen twee-staten-oplossing meer mogelijk is, wat is dan het alternatief? Want het alternatief, er zijn eigenlijk grofweg maar twee opties mogelijk. En dat is dat Palestijnen, dat Arabieren, in Israël meer rechten krijgen. Dan wel dat ze verdreven worden naar gebieden buiten de Palestijnse gebieden nu.
Dus richting Jordanië, richting Egypte en andere delen van de wereld. Dat zou neerkomen op een etnische zuivering. Maar ja, wat we nu zien gaat hard die kant op, lijkt het. Maar ja, dus dat is eigenlijk inderdaad precies wat ik wou zeggen. Een twee-staten-oplossing is internationaal gezien de meest acceptabele... of tenminste het meest herhaalde oplossing van dit probleem. Tegelijkertijd zie je dat de VS als belangrijkste partner in dit verhaal eigenlijk nauwelijks in staat is geweest om Israël daar echt toe over te halen. En ook de feiten op de grond voorkomen feitelijk eigenlijk dat dit nog kan. Maar een één-staat-oplossing, waarbij inderdaad de gelijke rechten zouden zijn voor Palestijnen, is ook zo goed als uitgesloten, omdat dan het idee van een Joodse staat, waar alles om begonnen is, natuurlijk niet mogelijk is. Omdat dan uiteindelijk, zeker demografisch, de Palestijnse inwoners het overwicht zullen hebben. Dus inderdaad, als het aan Netanyahu ligt, is alleen etnische zuivering een oplossing. En dat is natuurlijk, denk ik, ik neem aan dat ook jij dat niet ziet als een echte oplossing. Nee, dat is vanuit Israëlisch perspectief wellicht een oplossing. Ja. Maar volkrechtelijk is dat volstrekt onacceptabel. Ja. En internationaal rechtelijk kan ook Nederland, die in de grondwet heeft staan dat we het internationaal recht bevorderen, kan daar natuurlijk geen genoegen mee nemen. Dus nee, wat we zien, dat er aan de ene kant met de mond beleden wordt dat er een twee-staten-oplossing moet komen, maar dat iedereen die de situatie een beetje kent, begrijpt dat dat straks niet meer mogelijk is. Ja. Dus er wordt nu openlijk gesproken over wie gaat de herbouw van Gaza betalen. Ja. Europa steekt zijn hand op. En moet dat ook doen om nog geloofwaardig te kunnen zeggen, wij hechten aan een twee-staten-oplossing. Als je dat beeld namelijk verlaat, als je zegt een twee-staten-oplossing achten wij niet meer reëel, ja, dan zul je dus ook antwoord moeten op de vraag van ja, waar moeten de Palestijnen dan naartoe? In Israël blijven? Ja, het lijkt erop als ook zeker de EU en de VS die twee-staten-oplossing eigenlijk gewoon voorhouden als een soort worst, maar nooit serieus hebben willen uitvoeren. En wat doe je daarmee? Als je op die manier het ene zegt en het andere doet. Ik vind het zo'n... Het is een eigenaardige... Het is het soort alsof ze wel blij zijn met gewoon... Het gaat niet om een echte twee-staten-oplossing. Dit is een soort van de onaangename eindsituatie eigenlijk al. Gewoon het hele... Eigenlijk is dit het permanente onzekerheid. Is de eindoplossing, lijkt wel zoiets. Het aanvaarden van de feitelijke ontwikkelingen, ja, namelijk dat stap voor stap een twee-staten-oplossing onmogelijk wordt gemaakt, toont aan dat Europa en de Verenigde Staten de geloofwaardigheid in het Midden-Oosten vredesproces eigenlijk verloren hebben. Want de Amerikanen stellen ook eisen met enige regelmaat. Bijvoorbeeld bij de uitbreiding van de nederzettingen zijn nog steeds eisen gesteld door de Verenigde Staten. En die zijn steeds genegeerd door Israël. Ja. Zolang dat zo blijft. En ook hetzelfde kan je zeggen van Europa. Europa heeft, Nederland zelf, heeft de haven die in Gaza is gefinancierd. Ja. Die haven werd vervolgens stuk geschoten door Israël. Was dat in jouw tijd dat jij in de Kamer zat? Jazeker. Ik heb toen nog aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking gevraagd. Accepteert u dit? Dus met Nederlands ontwikkelingsgeld is daar een kleine haven, ik ben ter plekke geweest, dus echt een kleine haven, is daar gebouwd, aangelegd. Die is stuk geschoten door Israël, omdat Israël niet wilde dat Gaza op die manier bevoorraad zou worden. Alles uit veiligheidsoverwegingen. Ik heb toen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking gevraagd, klopt u ook bij Israël aan om dat betaald te laten krijgen? Ja, het is toen vriendelijk gevraagd aan Israël, wilt u dat ook betalen? Israël zei nee en Nederland leunde achterover. En nu gebeurt hetzelfde. Israël vernietigt op grote schaal de infrastructuur van Gaza. Mm-hmm. En Europa zegt nu al, ja, wij gaan dat straks betalen, wij gaan dat straks herstellen. En ja, dat zien we, dat is een parallel, hè? Dat zien we ook bij Oekraïne. Oekraïne wordt aan gort geschoten in een conflict wat mede
wordt gevoed door Europa en Amerika. Mm-hmm. En Europa heeft al gezegd, ja, wij gaan straks bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne. We leveren nu miljarden wapens en straks gaan we de wederopbouw betalen. Je hebt het erover, over die houding van Europa. Wat vind je nou specifiek van de houding van Nederland als het daarom gaat? Sowieso, Nederland heeft inderdaad ooit die haven, dat herinner ik me ook, mede betaald. Is er een verandering merkbaar in de houding van Nederland of is het eigenlijk een continuum hoe wij omgaan met Israël? Ja, kijk, Nederland volgt de Verenigde Staten. Met de mond beleiden, twee staten oplossing, achter initiatieven staan, maar ook steun aan Israël. In de praktijk komt dat in deze conflict situatie neer op blinde steun aan Israël. De minister-president Mark Rutte heeft het optreden van Israël verdedigd als zijnde zelfverdediging. Ja. Finkelstein heeft daarover gezegd, is dit zelfverdediging of is dit verdediging van de bezetting? En het laatste is natuurlijk het geval. Het is het voortzetten, het verdedigen van de bezetting. Want ook Gaza, ook al is Israël daar militair niet op de grond aanwezig, internationaal rechtelijk is ook door het internationaal gerechtshof veroordeeld dat de omsingeling van Gaza, zowel op water, in de lucht als op land, de facto neerkomt op de bezetting van Gaza. Israël controleert volledig wat er Gaza in en uit gaat. En daarmee is Israël aan te merken als bezetter van Gaza. Illegaal. Dus, maar Nederland volgt gewoon de Amerikaanse houding ten aanzien van Israël. Kritiek leveren op momenten dat de ruimte ervoor is. Maar feitelijk Israël toestaan in het handelen ten opzichte van de Palestijnen. En daarmee een twee-staten oplossing onmogelijk maken. Ja, en toch verbaas ik me daar enorm om. Kijk, tot op voor kort kon je nog, tenminste, bedoel, als je er meer van weet, dan weet je allang dat de bezetting gruwelijke aspecten heeft en dat mensen, Palestijnen in grote mate rechteloos zijn en dergelijke. Maar nu lijkt toch wel alle maskers van, zeg maar, democratie wat is er allemaal zogenaamd aan goeds doet en zo. Die maskers lijken nu toch wel, in ieder geval buiten Europa en het Westen, definitief af te zijn gevallen. Niet voor niks heeft Zuid-Afrika een zaak ingediend bij het internationaal Hof van Justitie. Het gaat nu al heel ver, kun je zeggen. Voorheen kon je altijd nog met de propaganda zeggen van, nee, uiteindelijk doen we iets goeds en het is ook ten nut van de Palestijnen en dergelijke. Maar de slachtingen zijn zo bruut en we worden nu al drie maanden lang, als je het volgt, dagelijks gebombardeerd met, sorry voor de beeldspraak, maar met verschrikkelijke beelden van vooral kinderen, vrouwen. Zulke brute slachtingen. Ik had toch wel verwacht, en misschien jij ook wel, dat er iets van een nuance aangebracht zou worden, al was het maar door de VS. Maar, dus ik verbaas me toch wel dat door dik en dun, blijkbaar, Rutte, want volgens mij zit hij in het kabinet, zit hij daar het meest hard in, zeg maar. En hij is ook meest leidende figuur op dit moment om die keuzes te maken. Ik verbaas me daar toch over dat zo ver kan gaan, die steun aan Israël. Ja, nou, mij verbaast het niet. Dat komt omdat ik natuurlijk 20 jaar met het dossier bezig ben geweest, mm-hmm. binnen en buiten de Kamer. De steun die gegeven wordt aan het initiatief om te komen tot een twee-staten-oplossing, is in de praktijk niet oprecht. Er wordt met de mond beleden dat er een twee-staten-oplossing moet komen. Op het moment dat de halve wereld de Palestijnse staat bij de VN erkent en er andere stemmingen zijn, onthoudt Nederland zich of stemt Nederland tegen. Dus het is wel zichtbaar dat Nederland en Europa de VS in deze hoofdzakelijk volgen. Maar je moet het conflict wel heel goed volgen om dat ook politiek zo precies te kunnen beoordelen. Is dat voornamelijk vanuit het State Department en de VS of is dat direct ook Israël? Want ik vraag me, zeg maar, af in dit verhaal, hoe sterk is nou de,
Ja, de State Department aan de ene kant. En hoe sterk is nou, zeg maar, wat men dan de Israël-lobbygroepen noemt? Hè? Sidi, Christenen voor Israël, de allerlei andere clubs. En of is dat, moet je dat als één ding zien? Hoe werkt dat? Nee, ik zie dat toch wel als verschillende actoren. Mm-hmm. In Amerika geldt dat een presidentskandidaat die steun aan Israël ter discussie stelt, die kan zijn kandidatuur vergeten. In Nederland is er gewoon een politieke meerderheid in de Tweede Kamer die achter Israël staat. Mm-hmm. Die het beleid van Israël steunt. Misschien af en toe nog eens een vinger op durft te steken met een vraag. Maar feitelijk is er altijd een meerderheid geweest in de Tweede Kamer. Een beetje langs links-rechtslijnen, maar niet zuiver langs links-rechtslijnen. Mm-hmm. Die Israël steunt in de politiek die gevoerd wordt. En die dus ook accepteert, mm-hmm, dat er feitelijk geen twee-staten-oplossing komt. Ja, maar dat is de politieke realiteit. Maar straks stel je voor, ik weet niet hoe jij dat inziet, maar er kan zijn dat het internationaal Hof van Justitie gaat zeggen, dit is genocide. Dan kun je politiek wensen wat je wil, maar dan sta je, als je dit steunt, en dat doet Nederland door middel van wapens en dergelijke, dan is die politieke keuze, maakt dan wat dat betreft niet zoveel uit. Je bent dan gewoon in overtreding van het internationaal recht. Dat is correct. Ik volg het op de voet. Het belangrijkste, en dat zien we ook in Den Haag wel verwoord worden, het belangrijkste aspect in een veroordeling om te komen tot genocide, een oordeel, een juridisch oordeel tot genocide, is opzet, intentie. Mm-hmm. En dan moet worden aangetoond dat vooraf de bedoeling is van de militaire reactie om te komen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het Palestijns volk. Mm-hmm. En dat zal zeer waarschijnlijk juridisch niet aan te tonen zijn. Het is overigens ook de vraag of het zo is, hoor. Of daar inderdaad in juridische zin sprake van is. Mm-hmm. Kijk, dat er de facto sprake is van de vernietiging van Gaza en de verdrijving, mm-hmm, van het Palestijnse volk, daar zullen we het snel over eens zijn. Maar, mm-hmm, of er in juridische zin, volgens de termen die van toepassing zijn in het verdrag ter voorkoming en bestrijding van genocide van de Verenigde Naties, mm-hmm, dat zal moeten blijken in deze rechtszaak. Tuurlijk, het zal moeten. Dat het hele moeilijker zal zijn. Maar je hebt wel gelijk dat wanneer dat oordeel valt, mm-hmm, dan is Nederland partij bij het verdrag ter voorkoming en bestrijding van genocide, dan is Nederland verplicht om stappen te zetten die genocide verhinderen. En dan zal Nederland bijvoorbeeld geen onderdelen meer kunnen leveren voor F-16's of andere zaken. Dus dan is er een dwingende casus, ook voor de Nederlandse regering. Maar ik vermoed dat het zover niet zal komen. Oké, dus jij bent eigenlijk niet zo positief gestemd over deze zaak bij het strafhof. Dat klopt. Ja, ja. Oké. Nou, we gaan het zien. We weten het niet. Zelf denk ik, wou ik nog wel zeggen, van als je het gaat over aantonen van intentie. Ik vind zelf, maar goed, ik ben een leek hierin, geen jurist, dat het wel opvallend, in verschil met veel andere genocidale praktijken. Natuurlijk, Israëlische leger en politici en journalisten wel ontzettend vaak hun intenties hebben uitgesproken over wat ze van plan zijn met de Palestijnen. En ook als je gewoon willekeurige Israëli's op straat vraagt, er zijn er genoeg die zeggen, nou, bombardeer het maar plat en wegwezen die Palestijnen. We hoeven er niks van te weten. Ja. Dat klopt. Maar dat is juridisch natuurlijk onvoldoende om als... Ja, de eisen zijn zeer hoog om dat te kunnen aantonen. Dat snap ik. Maar goed, jij zei net eigenlijk, er is een onderscheid tussen deze groepen, pro-Israël groepen, in als actor en de VS. Dus in dit geval is het de VS die de doorslag biedt. Ja, de VS levert op grote schaal wapens en geld aan de Israëlische regering. Zou dat wegvallen? Mm-hmm. Ja, dan is de positie van Israël een hele andere. De Verenigde Staten, de minister van Buitenlandse Zaken Blinken, die reist ook de regio rond om landen in de regio en mogelijk ook partners van de Palestijnen, om die te waarschuwen, meng je niet in dit conflict, want anders krijg je met ons te maken.
Dus de Amerikanen zijn niet alleen de financier, maar ook de verzekering voor Israël in dit conflict. Maar gaat dat werken deze keer? Want de vraag is natuurlijk, zijn de regionale actoren, ze houden zich relatief rustig. Misschien Hezbollah, die is nog misschien het meest actief, samen met de Houthis. Maar Iran houdt zich redelijk rustig. Er vinden we af en toe speldenprikken plaats, ook met Irakese en Iraanse milities in het Midden-Oosten. En Turkije rommelt. En er is van alles aan het rommelen. Maar is jouw verwachting dat deze strategie van het koest houden van de regio met de deterrence, met afschrikking, gaat dat werken? Ja. Of gaan we hier een kruidvat mee aansteken wat uiteindelijk ontploft? Nee, ik denk dat, want dat heeft in het verleden ook altijd gewerkt. De Amerikanen die gebruiken wat dat betreft zowel de wortel als de stok. Aan de ene kant worden landen die meewerken aan deze agenda, die kunnen rekenen op beloning van de Amerikanen. En landen die dat niet doen, die kunnen rekenen op straf. Dat kan economisch zijn, dat kan militair zijn. De veiligheidsgarantie die Amerika heeft voor Israël is carte blanche, is ongelimiteerd. Dus welk beroep er ook gedaan wordt door Israël, de Amerikanen zijn er voor Israël. Maar kunnen we niet kijken wat er nu plaatsvindt? En zeker, kijk, wij worden nog redelijk afgeschermd in onze media van alle bloedbaden die worden aangericht. Maar dat is natuurlijk niet zo in de omringende landen. En daar zien nog directer de... Ik snap wel dat het wordt omgeven door alle dictaturen die hun bevolking eronder houden. Maar de Egyptenaren zijn niet rustig hieronder. De Jordaniërs, die grotendeels Palestijns zijn, zijn niet rustig hieronder. De Turken zijn woest. De mensen van Hezbollah en dergelijke. Is er niet een risico dat... Kijk, en de VS is natuurlijk ook niet meer de VS die het was 20 jaar geleden. In de termen van macht en er is natuurlijk inmiddels een alternatief in Rusland en China. Niet dat die zich heel erg roeren, maar mensen zijn misschien minder bang om afgesloten te worden van de VS, omdat er een alternatief is. Is het niet een andere tijd? Verwacht je niet daarmee ook andere resultaten dan 20 jaar terug, laten we zeggen? Helaas niet. Ik zie exact hetzelfde gebeuren als dat ik de afgelopen 20 jaar heb zien gebeuren. Namelijk ook overigens bij regeringen en volken die zich solidair verklaren met de Palestijnen. Mm-hmm. Aan de ene kant grote woorden over solidariteit en het internationaal recht. Maar aan de andere kant weinig daden. Mm-hmm. Dus de protesten uit Turkije, Erdogan, Libanon, noem maar op, de hele Arabische wereld. Ja. Ik denk dat de Palestijnen ernstig teleurgesteld zijn in de feitelijke steun die ze krijgen. Dus ik zie de ontwikkelingen dag in dag uit gewoon voortgaan. De bombardementen gaan door. Er zullen wellicht nog wat gijzelaars worden geruild. Maar de facto, jij ziet dan eigenlijk ook dit eindigen met een wegvagen van Gaza. De facto, want dat is een grotendeels vernietigd Gaza en vervolgens Europa die daar weer geld in steekt. Israël die op de een of andere manier zal trachten meer controle over Gaza te houden zonder op de grond aanwezig te zijn. Want dat is te gevaarlijk. Zonder op de grond aanwezig te zijn, maar wel meer controle over Gaza, over wat erin gaat, wat eruit gaat en wat er feitelijk gebeurt. Kijk, de vernietiging van Hamas, dat zal nog niet zo eenvoudig blijken, want ja, met ieder bombardement heb je er natuurlijk weer ook steun voor Hamas bij. Mm-hmm. Dus dat zal in de praktijk wat moeilijker blijken. En dus zal dit een conflict blijven. Wat niet opgelost wordt en doorettert. Helder. Nog even kort, wat vind je van de Nederlandse deelname aan de acties tegen de Houthis? Kijk, dat is natuurlijk maar heel miniem, maar vooral symbolisch. Hoe sta jij daarin? Is dit een verstandig iets van Nederland of is het risicovol? Hoe zie jij dat? Kijk, om te beginnen vind ik het nooit zo relevant of er nou met één stafofficier of met een squadron of een peloton of wat dan ook wordt deelgenomen. Deelname is deelname. Je spreekt je politiek uit
om dat te doen. Je maakt dat mogelijk. Mm-hmm. En wanneer er dan sprake is bijvoorbeeld van escalatie, dan kun je ook niet meer zeggen van ja, nee, nou wordt het soms te gevaarlijk. Dus deelname is een kwestie van ja of nee, is een principebesluit. Mm-hmm. Daar is voor gekozen, waarbij de legitimatie uiterst dun is, zo die er al is. Hè? Mm-hmm. Erik de Lange, docent in de Universiteit Utrecht, had vandaag een helder stuk in de Volkskrant, waarbij hij zei, ja, die VN-legitimatie, die VN-resolutie die waarnaar verwezen wordt, ja, die biedt die legitimatie in ieder geval niet. Mm-hmm. Die lezing deel ik, daar ben ik het mee eens. Vervolgens kun je kijken, hè, het is door de minister-president als zelfverdediging weergegeven. Ja, dat is ook heel moeilijk staande te houden wanneer er sprake is van dusdanige bombardementen op land hier op deze locaties. Effectief blijkt het ook niet bijzonder te zijn. Dus op alle fronten moeten daar vraagtekens bij geplaatst worden. Ook waarom is het dan? Is het symboolpolitiek? Of is het eigenlijk om Israël tegemoet te komen van nou, we doen wel iets eraan, maar we willen niet Iran aanvallen, zoiets? Of wat, hoe moeten we dit dan lezen? Als het niet effectief is en het is risicovol en het is eigenlijk niet volgens internationaal recht, wat is het dan wel? Ja, het is op de eerste plaats symbolisch. Want ook de hele actie, ik bedoel niet zozeer de Nederlandse bijdrage. Nee, dat bedoel ik. Ja. Is gewoon op verzoek van de Amerikanen. En de Amerikanen doen graag dingen met zoveel mogelijk partners. Zodat ze kunnen zeggen, nee, dit is niet een Amerikaanse actie. Dit is een actie van een internationale coalitie. Ja, precies. Legitimeerd door een besluit van dan wel NAVO, dan wel VN. Mm-hmm. Dat is het liefste voorstelling van zaken die Amerika geeft. Mm-hmm. Alleen al het noemen van Nederland met de leger van één stafofficier is in feite Nederland wordt overal genoemd. Ook al is het één stafofficier, in alle berichten hierover wordt Nederland prominent genoemd als deelnemer aan deze actie. Klopt. En dat is voor de Amerikanen natuurlijk van groot belang om duidelijk te maken. Kijk, het is een brede coalitie. Wij hebben dit niet zelf verzonnen. Kijk niet alleen naar ons. Hè. Dat is de Amerikaanse boodschap. Voor Nederland is dit een kwestie van hoe valt dit vanuit het Nederlandse belang te legitimeren? Zijn er Nederlandse veiligheidsaspecten in het geding? Nee, lijkt me niet. Is het op grond van de vrije doorgang op zee te legitimeren? Nou, daar valt nog wel wat over te zeggen. Dus ik meen dat het debat ook vandaag in de Tweede Kamer wordt gevoerd. Ik ga dat natuurlijk met belangstelling volgen. Want, is het niet opvallend dat Nederland zo graag hier aan deel wil nemen, blijkbaar? Al is het symbolisch. Want volgens mij is het enige Europese land dat echt deelneemt in plaats van politieke steun verleent. Wat is dat? Is dat iets met Rutte dat hij op zoek is naar een nieuwe baan? Of wat is dit? Want het lijkt zo eager. Wij zijn natuurlijk met Rutte is ook degene die F-16 heel, heel erg aan het pushen was voor Oekraïne. Nou, laten we niet stemmen als een van de weinige Europese landen niet stemmen voor een ceasefire. Het lijkt alsof er een soort radicalisering naar de VS plaatsvindt. Want ik kan me niet voorstellen dat dit altijd zo geweest is. Of zouden wij dit in jouw tijd ook Nederland dit gedaan hebben? Onder druk voor paarse kabinetten of wat dan ook. Dat acht ik zeer wel mogelijk. Maar het is nu wel, en zeker het stemgedrag in de Verenigde Naties, het gaat nu wel opvallen. Omdat het een hele serie is in een korte periode. Kijk, dat de Kamer niet geïnformeerd is over de Nederlandse bijdrage via een artikel 100 brief, dat verbaast mij wel. Nederland doet wel vaker mee, ook op kleine schaal. Alleen met stafofficieren. Dus dat is op zich niks nieuws. Maar als je het zo in een breder perspectief plaatst, door de tijd heen, wereldwijd, dan zie je dat Nederland inderdaad wel erg gretig is. Ja. En daarmee ook wel heel sterk op afroep van de Amerikanen. Dus de Amerikaanse agenda lijkt te willen dienen. En daarover zou natuurlijk best het debat in de Tweede Kamer gevoerd kunnen worden. En ja, kijk, je kunt kijken door een rietje en dan zeggen, ja, maar deze actie is voor vrije doorgang op zee, dat is één. Maar op de achtergrond speelt natuurlijk Iran. Iran steunt de Houthis, dus het is ook een signaal aan Iran. Ja, zeker. Dus. Ja,
Ik wil eigenlijk een beetje uitzoomen. Want je kunt natuurlijk over elk conflict afzonderlijk praten, over wat er gebeurt en hoe Nederland daarbij betrokken is en de VS en dergelijke. Maar wat mij eigenlijk de laatste tijd vooral zorgen baart, is de combinatie van deze dingen. Want voor mij staan deze conflicten niet helemaal los van elkaar, omdat ze plaatsvinden in een context waarin we wel zien dat de VS aan macht aan het inboeten is ten opzichte van andere actoren, Rusland en China en de BRICS-landen. We zien ook dat we hebben het eerder over gesproken, de oorlog in Oekraïne op een debakel aan het uitlopen is. Honderdduizenden doden, vooral aan de Oekraïnse zijde. En dat allemaal, in mijn optiek en denk ook volgens jou, was dat niet nodig geweest als we anders hierin hadden gestaan met een andere houding naar de andere wereldmachten toe. En wat me daarin vooral het meeste zorgen baart, zijn nu de berichten die je van allerlei hoge officieren in allerlei NAVO-landen hoort. Ik heb het van Polen, uit Zweden, uit Duitsland, zijn allemaal hoge pieven in het leger die zeggen, we moeten ons voorbereiden op een direct conflict met Rusland. Ja. Dus even uitzoomend, hoe zie jij de geopolitieke verhoudingen en zijn deze, wat betekenen deze signalen? Is het echt? Moeten we ons echt voorbereiden op een wereldoorlog? Of hoe moeten we het anders begrijpen? Zou je daar eens iets over kunnen zeggen? Kijk, het feit dat de situatie in Oekraïne niet door onderhandeling tot een stilstand komt, betekent dat er een voortgang is die door Europa en Amerika in dat conflict mogelijk gemaakt wordt met wapenleveranties en aangemoedigd wordt politiek. Mm-hmm. Dan kan de situatie ontstaan en dat moment nadert dat er van Oekraïnse zijde eigenlijk niet zo heel veel meer aan strijdkrachten over is. Hè, dat raakt langzaam maar zeker op. De Russen kunnen die oorlog wat dat betreft moeilijk verliezen tegen Oekraïne. Die kunnen het heel lang volhouden. Dus dan kom je op een moment dat je ofwel gaat onderhandelen, maar die ruimte die lijkt er niet te zijn, die bereidheid lijkt er niet te zijn. En dat betekent dan dus dat je behalve wapens op enig moment ook zelf troepen moet gaan leveren. Als je wil dat conflict wordt voortgezet. En dat is steeds het uitgangspunt geweest. De stap naar militaire betrokkenheid, en dat is waar ook militair naar verwezen wordt, de stap naar militaire betrokkenheid van het Westen, van NAVO, komt steeds dichterbij. Maar zoals het gebracht wordt, kijk, dit snap ik heel goed, die redenering. En dat wordt ook af en toe gezegd. Biden heeft volgens mij zelf gezegd, er kan een moment komen dat we onze eigen troepen daarheen moeten sturen. En dat willen we niet, tussen aanhalingstekens. Maar zoals het gebracht wordt, is we moeten ons voorbereiden op een aanval van Rusland. Dat wordt vanuit Polen gezegd, dat wordt in Duitsland. Februari wordt al genoemd, als eind februari als mogelijke datum dat Rusland ons zal aanvallen, NAVO. Ja. Ik acht dat een onwaarschijnlijk scenario. Ja. Ook omdat Rusland heel goed weet, of het nou de Baltische Staten betreft, of het Polen betreft, of een ander NAVO-lid, dat artikel 5 van de NAVO de ruggengraat is van de NAVO. Mm-hmm. En dat de NAVO dat niet onbeantwoord zal laten. Precies, dus dat... De handen vol aan Oekraïne. Mm-hmm. En daar is binnenlands in Rusland nog steeds steun voor. Maar wanneer dat conflict verder uitgebreid zou worden naar andere landen, mm-hmm. dan is er in Rusland ook een probleem. Dus ik acht dat een zeer onwaarschijnlijk scenario. Ik zie het afgeven van die geluiden, een soort bangmakerij om de publieke opinie klaar te krijgen voor meer inzet van wapens, eventueel zelfs inzet van westerse troepen in Oekraïne. Ik denk dat het zich zal beperken tot Oekraïne, maar zelfs dat zou een escalatie zijn. Want wanneer het Westen troepen gaat leveren om in Oekraïne de verdediging op zich te nemen of het terugveroveren van bepaalde gebieden,
ja, dan is er dus sprake van een oorlog tussen de NAVO en Rusland. En dan zit je in die situatie, dat scenario van een wereldoorlog. En hoe waarschijnlijk acht jij dit scenario? Is mede afhankelijk van bijvoorbeeld de verkiezingen in Amerika. Mm-hmm. Trump heeft niet voor niets gezegd, maak mij president en ik eindig binnen 24 uur de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Dat doet hij niet door daar extra troepen naartoe te sturen, maar door in dat geval te zeggen, wij trekken de steun aan Oekraïne in. Mm-hmm. En dan is er ook een stilstand van het conflict. Mm-hmm. Want dan zijn de gebieden die nu door Rusland zijn ingenomen, de Krim, Donbass, dan wordt daar niet meer om gevochten. Dus dan is er, zou je kunnen zeggen, ook een bevriezing van het conflict. Mm-hmm. Maar dat is niet de situatie die gewenst wordt door de NAVO-leiding, door Oekraïne op dit moment. Dus er zal voorlopig worden doorgevochten. Ik zie een directe betrokkenheid van de NAVO zie ik op korte termijn niet gebeuren. Mm-hmm. In de zin van militair personeel. Mm-hmm. Maar uit te sluiten op termijn valt dat niet. Aan Oekraïnse zijde zijn de verliezen enorm. Mm-hmm. En aan de wapensteun heeft Oekraïne niet genoeg. Daarmee gaat Oekraïne Donbass en de Krim niet terugkrijgen. Maar is er reden om voor ons in Nederland concrete zorgen te maken op een derde wereldoorlogachtig scenario? Moment niet. Nee, op dit moment dacht ik dat niet een reëel scenario waar wij voor moeten vrezen. Ondanks die signalen die je hoort uit leverkringen. Ja. Dat klopt, want ook die signalen die worden afgegeven en over het uitspreken van mogelijke militaire escalatie waarbij de NAVO zelf betrokken is natuurlijk ook allemaal onderdeel van de propagandaoorlog die gevoerd wordt, waar ook aan westerse zijde natuurlijk aan meegedaan wordt. Ja, maar ik dan denk van ja, het begint met woorden en propaganda, maar woorden zijn niet helemaal, zijn niet alleen woorden, kunnen ook leiden tot daden. Dat klopt. Nou ja, kijk. Zeker als de vijand, laat ik zo zeggen, die woorden anders interpreteert dan jij ze misschien bedoelt. Hè? Ja, dus, nee, dat is absoluut waar, dat risico bestaat. Kijk, het scenario van westerse betrokkenheid, militaire betrokkenheid bij dit conflict, dat scenario is een reëel scenario. Op korte termijn acht ik dat niet waarschijnlijk, maar het is een reëel scenario. Want wanneer je steeds blijft zeggen, Oekraïne mag deze oorlog niet verliezen. Mm-hmm. Wanneer je een enorme militaire steun, ook voor Nederlandse begrippen ik ken geen ander conflict waar Nederland zoveel militaire steun, mm-hmm. Meer dan 2 miljard geeft. Zet dat af tegen de Nederlandse defensiebegroting, die is een miljard of 7. Dat is enorm. Is enorm. Ja. Ja. Dus wanneer dan de partner waarvan je zegt, die mag niet verliezen, toch het onderspit dreigt te delven. Mm-hmm. En je zegt, het is ook onze oorlog. Ja, dan komt dat moment van een militaire bijdrage natuurlijk wel snel dichterbij. Ja. Ja, en je bent niet de enige in dit conflict. Hè? Ik bedoel, er is ook nog een andere kant. We kunnen niet denken dat we het aan de ene kant kunnen bedwingen en de andere kant, die heeft natuurlijk zijn eigen agenda's. In dit puzzelstukje, in dit grote complexe verhaal in Oekraïne en de machtsverhoudingen tussen Oost en West, is één puzzelstukje Transnistrië. En daar heb je laatst over geschreven. Ben je daar geweest? Heb je daar? Ja, en wat is eigenlijk een heel interessant verhaal. Hè? Kun je daar eens iets toelichten? Wat staat daar op het spel? Wat is daar aan de hand? En hoe kan dit een rol spelen in de verhoudingen tussen Oost en West? Nou ja, om te beginnen hebben we het dan over Moldavië. Transnistrië is internationaal rechtelijk gezien onderdeel van Moldavië. Het is een smalle strook land, 400 kilometer grens met Oekraïne. Woont 500.000 mensen. Er is recent besloten vanuit de Europese Unie dat Moldavië en Oekraïne, dat die zich kwalificeren voor het kandidaat lidmaatschap, dat er onderhandeld kan gaan worden. Dat vind ik een zeer onverstandige zet, omdat landen die verwikkeld zijn in een conflict, dat die
dat conflict wordt niet opgelost door de onderhandelingen te starten of door ze lid te maken van de Europese Unie. Staat dat niet ook in de regels van de EU dat je niet een land in conflict kan opnemen? Als zodanig is het geen onderdeel van de Kopenhagen criteria. Het is wel voor, voor de NAVO geldt dat wel. Je kunt Geldt dat wel. Voor de Europese Unie ligt dat een tikkeltje anders. We hebben in het verleden ook gezien dat Cyprus, een land wat gedeeld is in Noord-Cyprus, wat onder Turks bewind valt, en Cyprus, wat wij de Republiek Cyprus noemen, wat lid is geworden van de Europese Unie. Ik was in die tijd, begin deze eeuw, was ik rapporteur voor de Tweede Kamer samen met Weile Hans van Balen. We hebben Cyprus en Malta bezocht om te kijken of die landen klaar waren voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Feit, er werd toen nog gedacht, en ik dacht dat zelf ook, dat in die onderhandeling die er toen was met Turkije, dat het conflict opgelost zou worden. Nou, niets bleek minder waar. En uiteindelijk is ook Cyprus lid geworden, terwijl het land gedeeld was en bleef. Want ook gedurende het lidmaatschap is de toenadering tussen Noord-Cyprus en Cyprus is niet succesvol gebleken. Dus er is geen oplossing gekomen voor de deling van Cyprus. En de vraag is hoe dat gaat straks met Moldavië. Dus in theorie kan het, ja. Ja. Kun je iets toelichten van wat Transnistrië zo'n bijzonder geval maakt in midden in Europa? Nou ja, Transnistrië is een gebied wat niet bij Moldavië wilde horen, omdat Moldavië de oriëntatie richting Roemenië had. Transnistrië een oriëntatie had richting Rusland. Begin jaren 90 heeft Transnistrië toen gezegd, ja, wij gaan niet mee in die beweging. Onafhankelijk Moldavië, omdat dat dan op termijn misschien zelfs onderdeel wordt van Roemenië. Wij roepen de eigen onafhankelijkheid uit. Dat is toen bestraft door de regering in Chisinau. En die heeft, er is toen een korte oorlog geweest, waarbij de Russen, de etnische Russen in Transnistrië, zij voelen zich Russisch, te hulp zijn geschoten. Dat conflict is toen bevroren. Er zijn Russische vredestroepen toen gestationeerd in wat men noemt de Pridnestrovië-republiek Moldavië. Wat wij noemen Transnistrië, zelf noemen ze het niet zo. Die zijn daar gestationeerd en gebleven. Sindsdien is daar een klein dwergstaatje wat zelf zegt onafhankelijk te zijn, maar wat door geen land ter wereld wordt erkend. En de facto, dus een de facto staat is met een eigen munt, een eigen regering, een eigen parlement. In alles een staat. Maar wel. Maar is het dan niet weer een nieuwe trigger point, laat ik zo zeggen, voor als Europa zich wil uitbreiden? Een nieuwe trigger om Rusland uit te dagen tot militaire actie eventueel? Of hoe zie jij dat? Nou, ik vind het vanuit Europees belang vind ik het onverstandig om een land binnen te halen wat verdeeld is, wat een conflict heeft. Dan zou er dus wetten geïntroduceerd gaan worden, een economisch programma en allerlei Europese richtlijnen moeten dan worden omgezet in nationale wetgeving, die dan de facto niet geldt in een deel van Moldavië, wat Transnistrië heet. Dus ja, dat is een buitengewoon onverstandige route. Die moet dus niet worden gekozen. Maar ja, net als met Cyprus wordt die route nu wel gekozen. En die lijkt ook gekozen te worden met Oekraïne. Overigens geldt, je noemde het NAVO, het NAVO-lidmaatschap. Ook daar lijken nu stemmen op te gaan om te komen tot een versneld lidmaatschap van Oekraïne. Recent was Jaap de Hoop Scheffer, voormalig SG van de NAVO, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, in het televisieprogramma Buitenhof. En zeiden, ja, het is ook denkbaar dat Oekraïne lid wordt, alleen de romp staat. Hè? Dus met uitzondering van dat de NAVO-spelregels niet gaan gelden in de Krim en in Donbass, maar wel in de rest van Oekraïne. Ja, als je dat doet, dan trek je dus Oekraïne politiek-militair in het conflict van de NAVO. Dan trek je de NAVO erin, in dat conflict. En dan is er dus de facto sprake van een militaire confrontatie tussen de NAVO en Rusland. En dan zou je dus in dat conflict zitten, wat eigenlijk iedereen vreest.
buitengewoon onverstandige geluiden. Maar het wordt wel gewoon zomaar gepropageerd. En ik heb de Nederlandse regering er niet over gehoord. Maar het is niet uit te sluiten dat ook de Nederlandse regering langzaam maar zeker op het pad komt van nou laten we dan in hemelsnaam de rompstaat Oekraïne maar lid maken van de NAVO. Ten aanzien van de Europese Unie wordt er zo al over gedacht. En dat is buitengewoon zover. Maar heb jij niet het idee dat met al dit soort acties, die wat mij betreft behoorlijk roekeloos overkomen, dat we daarmee toch in een soort veel instabielere tijd terechtkomen dan een aantal decennia hiervoor? Zeker. De ontwikkelingen binnen de Europese Unie en binnen de NAVO maken dat we steeds dichter bij een actieve militaire betrokkenheid van het Westen komen in het conflict rond Oekraïne. Ja, dus de wereld wordt daarmee steeds onveiliger. En ja, wij worden dan zelf ook onderdeel van het conflict. En dat is dat draagt niet bij aan het bezweren van dit conflict. Nee, en we kunnen natuurlijk de huidige politieke verhoudingen in de Kamer bieden ook weinig hoop, zeg maar, op een verandering van koers, denk ik. Maar als we dat even vergeten, zeg maar, wat zou de koers moeten zijn en hoe kunnen wij daaraan bijdragen om dat te veranderen? Want ik denk, we moeten toch eigenlijk een soort herbezinning doen van wat onze rol in de wereld is ten aanzien van als je al die veranderingen ziet. In plaats van, ik heb het idee, ja, wij springen gewoon elke keer op die bandwagon van de VS, terwijl we ons niet afvragen of dat wel in ons eigen belang is of in Europa's belang en dergelijke. Ja. Daar moet toch iets gebeuren, daar moet toch iets tegenover komen te staan op een gegeven moment. Ik heb het idee dat zo weinig mensen het doorhebben en denken dat we gewoon business as usual kunnen doen, terwijl er gewoon hele gevaarlijke dingen aan de hand zijn. Dat klopt, maar er is in Nederland een meerderheid in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Gesteund ook in de pers, overwegend in de pers. Ook bij denktanks, ik noem Raam op Rusland, ik noem andere HCSS. Allemaal clubs die in hun analyse de keuze van de Nederlandse regering steunen. Namelijk, dat conflict kan alleen maar militair worden opgelost. Terwijl onderhandeling echt de enige weg is om uit dit conflict. Maar wat zouden we moeten doen om dat te laten doordringen? Want volgens mij, het is echt, we zijn al misschien al te laat, ja. Lijkt op sommige punten. Maar het ongeclausuleerd, dus zonder voorwaarden leveren van wapens, zoals Nederland doet, dat is de verkeerde keuze. Wapens leveren ter verdediging en daarbij de eis stellen, er zal moeten worden onderhandeld. Dat is de voorwaarde. Dat zou een weg uit dit conflict kunnen zijn. Maar dat pad wordt niet gekozen. Er wordt blijvend gezegd, het is onze oorlog, Oekraïne moet dit winnen en wij leveren daarvoor de wapens. Nou, dat is een doodlopende weg. Geloof jij dat, want het is een soort mentaliteit en het is een route die is ingeslagen en het is nu ook gemakkelijker politiek en om allemaal redenen om op deze route voor te gaan van escalatie wat mij betreft. Wat moet er gebeuren, wat zou er moeten gebeuren om die geesten de andere kant op te krijgen? Want wat mij betreft moet dat wel. Ik zie die route niet. Omdat er zo hardnekkig wordt gezegd, ons conflict, Rusland moet worden gestopt. Want als we nu Rusland niet stoppen, dan gaat hij ook door in Polen en andere delen van Europa. Dus wij moeten Rusland nu stoppen. En dat betekent dat er maar één route is. Meer wapens en uiteindelijk militaire betrokkenheid. En de risico's die daaraan vastzitten, worden kennelijk voor lief genomen. Ik vind het een buitengewoon onverstandige politiek. Maar ik vrees wel waar dit naartoe gaat. Dat is een behoorlijk realistische en daarmee ook wel pessimistische visie in mijn optiek. Maar als zeg maar maatschappelijk betrokken burger kun je daar hoef je niet per se natuurlijk daarbij neer te leggen. Wat zou je ondanks jouw zeer realistische visie, wat zou je toch willen zeggen tegen mensen die dit zien en terecht denk ik bang voor zijn voor waar het toe kan leiden? Wat zou je de mensen die bereid zijn om zich in te zetten, wat zou je tegen hen willen zeggen? Wat moeten zij doen? Nou, laat je stem maar horen. Schrijf de politieke partij aan die je hebt gesteund. Adressen zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer. Bestook ze met mails. Schrijf stukken voor de krant. Sluit je aan bij demonstraties. Want dit is een heilloze weg. Die de vrede niet dichterbij brengt. Die ongelooflijk veel geld kost.
En die op de eerste plaats natuurlijk de levens van de mensen in Oekraïne dagelijks bedreigt. Want daar vallen heel veel slachtoffers. We krijgen volstrekt onvoldoende informatie over de feitelijke omstandigheden op de grond in Oekraïne. Maar neem van mij aan dat we uiteindelijk verschrikkelijke verhalen zullen horen over enorme aantallen slachtoffers. Burgerslachtoffers, militairen, jonge mannen en vrouwen die daar zich vrijwillig melden voor de strijd. Die als kanonnenvoer worden gebruikt. Hier zijn alleen maar verliezers. Dankjewel, Harry. Ik wou het hierbij laten. Dankjewel voor je realistische kijk op de werkelijkheid, die niet altijd even aanmoedigt tot veel optimisme, maar niettemin laten we het er niet bij zitten. En ook de aanmoediging zeker aan iedereen om die zich hier zorgen om maakt, om wel van je te laten horen. Dankjewel, Harry. Ik vond het heel fijn hier weer gesproken te hebben. En wellicht over een tijdje zou ik misschien kunnen we weer een update doen. Dankjewel. Goed, fijne dag. Ja, dankjewel. Tot ziens. Ja, oké, tot ziens. Hi.